Papillosa nigra is de naam voor kleine zwarte of bruine bultjes die voorkomen bij personen met een donkere huid. Het komt voornamelijk voor in het gezicht, op de hals en op de borst. Naarmate iemand ouder wordt, worden de bultjes groter. Papillosa nigra wordt bij epilenium behandeld door middel van elektrocoagulatie. Hierbij worden de papels aangestipt en met elektriciteit gecoaguleerd. Na de behandeling zijn de papels grijs en verdwijnen ze na ongeveer een week.